Er moeten geen politieke benoemingen plaatsvinden bij de organisaties die controles uitoefenen op bedrijven in de bosbouw- en mijnbouwsector. Hiervoor pleit bondsvoorzitter Dino Soprayen van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Vandaag heeft het bestuur van de vakcentrale C47 een persconferentie belegd over de arbeidsomstandigheden in de bosbouwsector vanwege de verplichtingen van Suriname in het kader van klimaatverandering, zoals vervat in de overeenkomst van de Amazon Cooperation Treaty Organization, ACTO. Het is van belang dat de juiste personen worden geplaatst bij de instituten om uitvoering te geven aan ACTO, benadrukte Soprayen. Wij als bond hebben problemen mee dat vooral de politiek bemoeit, echt bemoeit, in het reilen en zeilen van die organisatie. Hierdoor komt het dat je in feite je werkzaamheden als bosbouwautoriteit eigenlijk niet kan uitvoeren. Of op de juiste manier kan uitvoeren, want je moet dan rekening houden met, bepaalde belangen. Een van onze belangrijkste taken als organisatie is om duurzaam bosbeheer te promoten. Om dat te doen. En doordat we het jaren hebben gedaan, zijn we het groenste land ter wereld. Maar wat ik merk is dat vooral de regering het blijft zeggen, maar they talk the talk, but they don't walk the walk. Want om het groenste land te blijven, moet je toch houden aan bepaalde afspraken. En moet je vooral de instituten bij betrekken in de bewegingen. Dus alvast als vakbond pleiten we ervoor dat SBB wordt een autoriteit. Klimaatverandering en de bescherming van de Amazone is een zeer breed aspect dat momenteel veel aandacht geniet. Voor de werkers en de leefgemeenschappen in de gebieden is het belangrijk dat ze goed beschermd worden. De organisaties NIMOS, SBB en Greenheart opereren het meest in de gebieden als het gaat om bosbouw- en mijnbouwactiviteiten. De overeenkomst is gebaseerd op 3 doelen, geeft voorzitter Robbie Berenstein van C47 aan. We hebben een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting. Wij hebben onder andere de resolutie, die oprichtingsresolutie, geconcipieerd en gepresenteerd samen met een vakbond uit Brazilië, Conticom. En u ziet dus dat een van de doelen is, dat ik hier naar 6, establish, 6.3, establish a wide alliance between our trade union network with originary peoples, peasants, riverside communities and Quilombo communities within the Amazon region. Hebben wij ingebracht naar aanleiding van dus de overeenkomst die we hebben gesloten met de gemeenschappen hier. Vanwege de aandacht die Suriname heeft gehad het afgelopen jaar tijdens de verschillende klimaatbijeenkomsten en de ondertekening van onder andere de ACTO-overeenkomst, is slechts 1 vakbond goed vertegenwoordigd in de bosbouwsector. Volgens Berenstein kunnen we successen behalen met deze overeenkomsten en onze participatie internationaal. Die overheid doet heel weinig wat dat betreft. Omdat bepaalde dingen in de map verplicht bedrijf, volgens hun. Ja, maar als je een aantal standaarden zet en laat bedrijven een aantal verplichtingen voldoen, weet je hoeveel meer je eruit haalt? Ja. En als certificering is een hele grote issue inderdaad in de bosbouwsector. Ja, dus en daarom moet je instituten als SBB versterken.